Music Memories duik ik met bekende gasten de studio in voor een trip down in memory lane aan de hand van muzikale herinneringen. In deze aflevering doe ik dat met de bekendste vlogger van Nederland, Enzo Knol. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Heel goed, neem lekker plaats. Zoet is lekker, dus dat scheelt. We gaan natuurlijk lekker kletsen over muziek. Ja. Als iemand jou nu zou vragen wat een beetje jouw muziekstijl is, wat zou je dan zeggen? Rap. Rap? Ja, eigenlijk meteen rap. Ja. Kan je ook een beetje rappen? Nee, totaal niet. Maar ik luister alleen maar buitenlandse rap eigenlijk. Oké. Nou, we gaan een beetje je leven doorlopen aan de hand van muzikale herinneringen. En daarvoor hebben we een scherm met foto's en woorden. Ja. Dus kijk even met me mee. Kijk eens even, joh. Die foto met stiekels, joh. Ja. Zo, dat was echt een dieptepunt. Kijk hoe ik eruit zie. Ja, je had wel even lekker jelletje in je haar gedaan. Jeetje, zo'n groen potje. Ja. Even zo lekker dat hele handje erdoorheen. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Dan gaan we beginnen met de eerste. Top. Kijk, samen met mijn broer. Want hoe oud zijn jullie hier? Zo, ik heb altijd moeite met leeftijden, dus ik heb geen idee hoe oud we hier zijn. Maar dit was wel een beetje, denk ik, de kindertijd. Ja, zeker weten. Daar hoort ook een nummer bij, die een beetje aan die periode doet denken. Daar gaan we even naar luisteren. Oké. Ja, dit is wel een hitje, hoor. Oma's aan de top. Ja, oma's aan de top. Ja, ja, dat is zo. Oma's, ja, opa's eigenlijk ook, maar... Van K3 ook wel. Ja, van K3, ja. Ik was helemaal fan van K3. Ik weet nog heel goed dat ik vroeger een feestje had van een vriendinnetje. Of het was eigenlijk een vriendin van mijn moeder. En daar de dochter van was jarig. Dus toen was ik met die meiden in de slaapkamer cd'tje van K3 erin. Wij met z'n allen dansen. Ja. Terwijl al die andere jongens beneden met Superman aan het spelen waren. Ja. En ik zat met die meiden zat ik te dansen. Oma's aan de top. Ja, fantastisch. Als we dan even naar je kindertijd kijken, wat voor jongetje was jij? Volgens mij altijd wel een grappenmaker, eerlijk gezegd. Hier ook een hele lieve foto. Ja, deze is leuk, ja. Ja. Heel schattig. Kan je ook goed zien wie ik ben? Ja, dat zie ik nu wel. Ja? De linker, toch? Oh, je ziet het, twijfel toch? Ja, wel. De linker, jullie lijken wel heel erg op elkaar. Ja, ik ben wel de linker, ja. Maar nu weet ik ook gewoon dat jij jonger bent, dus... Ja, Milan was wel iets groter altijd natuurlijk. Maar vind je dat jullie foto's vaak op elkaar lijken? Ja, vind ik wel. Ja. Ja, je ziet ook eigenlijk allebei een beetje hetzelfde bloempotkapsel dat we hebben. Dat heeft een prijs van één. Ja, was niet heel moeilijk voor de kapper zo te zien. En hoe was een beetje jullie gezinssituatie in die periode? Vanaf ongeveer 3 jaar of zo sprak ik denk ik mijn vader niet meer. En toen ging mijn moeder samenwonen met iemand anders. En dat was toen mijn stiefvader. Toen later was het een andere stiefvader. En daar is mijn broertje ook van. Ja. En toen ging dat uit elkaar. En toen waren we met z'n allen met mijn broertje bij mij thuis. Dus... Maar ja, dat zijn zulke andere tijden. Want toen mijn broer en ik zeg maar aan het puberen waren, toen was mijn broertje zat in de luier, zeg maar. Ja, dus gewoon een heel groot leeftijdsverschil. Een mega leeftijdsverschil. Ja. Dus aan de ene kant, als je goed gaat graven, zeg maar, dan kom je wel heel veel dingen dat je denkt van, dat kan je bij het leuke neerzetten, dit bij het minder leuke. Maar ja, al met al, ja, het was een bewogen jeugd, maar... Wat ik kan herinneren van hoe ik zelf was, was altijd wel volgens mij grappig. Ja, want je hebt ook wel vaker ook over gepraat natuurlijk, over vroeger en over thuis en over de situatie en zo. Ja. Maar het is goed om te horen dat je er blij op terugkijkt. Maar ik waardeer ook allemaal wel alles wat ik heb meegemaakt. Het is wel een tijd geweest dat ik gewoon heel veel haat had en echt heel erg boos was en ook. En dat ik bijvoorbeeld de keuzes van mijn moeder niet begreep. En we waren uiteindelijk iets van 10 keer verhuisd, was ik 15 jaar of zo, dus best wel veel. Ja. Dus toen had ik best wel veel frustraties. Maar op een gegeven moment, helemaal nu ben ik 29. En dan ga je er maar vanuit dat je moeder altijd het beste voor je wilde. Ja. En dat ze niet expres met opzet zo vaak ging verhuizen. Of, en de liefde, je moet maar in één keer... Julia, Romeo, kan niet altijd in één keer goed gaan. Nee. Dus dat is ook bij mijn moeder nogal bewogen geweest. En je kinderen die horen daar natuurlijk bij. Ja. Dus, en soms denk je als ouders zijnde wel dat je dingen niet meekrijgt. Maar de kinderen zijn zo slim. Ja. En ook al krijgen ze het misschien niet mee qua gesprekken wat ze kunnen verstaan. Er is ook altijd nog gevoel. Dus, een kind voelt alles. Ik denk dat een kind dat ook misschien nog wel extremer heeft dan wat wij nu hebben op onze leeftijd. Ja. En nu kan je natuurlijk een beetje helikopterview naar kijken en kan je alles beter plaatsen. Maar als kind kan het natuurlijk soms best veel onbegrip zijn. Ja, dan zit je er middenin en dan denk je van waarom gebeurt dit? Of mama, waar is papa? Of net zoals papa dag, weet je wel. Dat is dan toch wel ongemakkelijk ook als kind zijn. Ja.
Dus maar ja, dat maak je gewoon mee. Dat is wat het is. En daar leer je mee omgaan. Was het ook een groot gemis dan, de vaderrol? Want je had natuurlijk wel voor andere personen die in het leven kwamen. Ja, ik denk in mijn jeugd wel heel erg. Heel veel heb ik altijd bedekt met humor. Ja. Dus dat was ook altijd een stempel van Enzo is de clown van de klas. En als ik er werd uitgestuurd, dan was het eigenlijk meestal ook niet dat ik heel erg brutaal was per se. Maar omdat ik andere mensen afleidde. Omdat ik gewoon grapjes wilde maken. Ja. Dus misschien een beetje dat een beetje het verdriet was of zo. Of het negatieve wat ik dan meekreeg van thuis of iets of zo. Als ik me even niet lekker voelde. Of als er ruzie was geweest of wat dan ook. Dat ik dan gewoon uitlaatklep had. Dat ik gewoon altijd maar grapjes ging maken. Ja, en, beetje jouw mechanisme om daarmee om te gaan. Ja, dat denk ik. Ja. Of een extra koekje ging bakken. Ja. Ja. Naar die koektrommel. Ja, naar die koekjestrommel. En laten we doorgaan met het volgende onderwerp. Dan gaan we even naar het scherm kijken waar erop uitkomt. Dun, 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 dun. Kijk, daar begint te puberen. Ja, de stekeltjes. Ja, de stiekeltjes. Ja. Op een gegeven moment gingen toch al die gasten ook met de dikke vette gel van die hanenkammen maken. En ja, zo, toch? Klopt. Dat heb ik ook nog wel gedaan. Ja? Ja, zeker weten. Ja, ja, dan ging je het een tijdje vasthouden en dan haarlak erin en dan even wachten zo. Ja, dan stort het uiteindelijk toch weer in. Uiteindelijk wel. En... Ja. We gaan even luisteren naar een nummer dat een beetje centraal staat voor jou in deze periode. En ik loop over straat en ik vraag me eerst eens weer wanneer gaat alles weg. Want ik kan er niet meer tegen zitten, de chinkies die om me zwaar bezig zijn. Is om in ernstig, ik kan dit niet verwerken. Campy, zoveel stress. Campy. Ja. Ja, zoveel stress. Welke herinnering heb je erbij? Ja, dit was misschien wat meer donkere periode uit mijn leven, denk ik. Dat was rondom puberteit. Ja? Ja, was gewoon heel veel buiten hangen en... toen luisterde ik echt super, super veel Nederlandse rap. En toen had ik zo'n mp3-speler en daar zette ik al die nummers op. En dat was gewoon net zoals Campy, buschauffeur, rijd die waggie achteruit, allemaal dat soort nummers. Ja, dat was wel voor mij de basis van muziek, zeg maar. En dat leerde ik toen allemaal kennen. En daar voelde ik me heel erg... het is zeg maar niet dat ik heb absoluut niet dat gangsterverleden of wat dan ook. Alleen ik heb wel altijd heel erg dat ik... en daarom vind ik dat soort nummers ook mooi. Misschien kan ik me niet altijd relaten. Maar er zit wel een bepaalde emotie in zo'n nummer. En die emotie, ik vind dat bijvoorbeeld Campy dat heel erg goed in die tijd heeft overgebracht. Ja. En dat voelde ik heel erg. En dat was wel echt voor mij ook een donkere periode. En daarom past dat wel, denk ik, goed bij die periode uit mijn leven. En waarom zeg je donkere periode? Wat voelde je dan rond de puberteit? Ja, geen idee. Ik denk dat er heel veel verdriet was eigenlijk van alles wat er was gebeurd. Of dat mijn moeder was gescheiden. Of dat ik veel dingen niet begreep. Mm-hmm. En dan kom je wel in een lastige positie. En op school kon ik niet echt mijn draai vinden. En dat was wel vervelend. Hoe was dat op school? Qua niet... Ja, sowieso überhaupt al het opstaan, altijd te laat komen. Dat was echt verschrikkelijk. Dat was echt... ik weet nog wel een keertje, dat vind ik echt het mooiste van ever. Ja, ik ben heel benieuwd. Want mijn moeder die werd zo gek van dat ik niet uit bed ging. En ik sliep op zolder. Ja. En toen weet ik nog wel dat mijn moeder serieus gewoon een emmer water had gepakt. En naar zolder ging en gewoon... de hele emmer ijskoud water over mijn bed heen gooide. Ja, en nu is het klaar. En ik was er zo erg van geschrokken. En ik weet nog wel hoe ik reageerde. Gewoon echt zo in shock. En en toen moest ik natuurlijk uit bed meteen die warme douche pakken. Ja. Maar dat was het teken dat mijn moeder echt klaar was. En mijn moeder moest namelijk net een kwartiertje eerder naar haar werk dan ik naar school moest. Dus ze had net even niet dat overzicht of ik wel echt ging, wegging, zeg maar, op tijd. Spijbelde je veel? Ja, echt heel veel. Ja? Ja. Wat ging je dan doen? Ja, gewoon chillen of stiekem roken. Mm-hmm. Of ik heb echt van mijn 13e tot bijna mijn 18e gerookt bijvoorbeeld. Ja. Dus ik weet nog wel dat ik in groep 8 probeerde ik voor het eerst een beetje te roken. En dan hadden we van dat mondspoelwater. En dan gingen we voordat ik naar huis ging dat nog even spoelen. Ja. En dan, terwijl mijn moeder ook rookte. Ja. Dus ik denk niet dat ze het geroken had, eerlijk gezegd. Nee, maar ze had het waarschijnlijk niet leuk gevonden. Nee, dat weet ik wel zeker. Ja. En je zegt ook, was het ook een beetje vluchtgedrag voor school? Want je zei, ik kon het draai niet helemaal vinden. Ja, 100%. Ja, we woonden toen ook, we hebben 5 jaar in Den Haag gewoond. Ja. Dus dat was denk ik sowieso heel erg anders als je als jongetje uit het noorden komt. Toen gingen we naar Den Haag. Toen was ik 9 of 10 jaar. En toen met mijn 14e, 15e ongeveer kwam ik terug. Dus dat was precies een periode dat ik in Den Haag heb meegemaakt. Dat ik zeg maar daarnaar groep 7 ging, groep 8. En toen net naar het eerste. Ja. En
Ja, ik denk dat dat sowieso al een moeilijke periode is voor kinderen. Al helemaal als dan super kwetsbaar. Je moeder en je stiefvader ruzie hebben. Ondertussen heb je een broertje erbij gekregen. Je woont in Den Haag. Je wilt er eigenlijk helemaal niet wonen. Je voelt je niet thuis. Er waren zoveel dingen gaande. Dus ja, dat was wel een vervelende periode eigenlijk. Ja. Als je zo naar terugkijkt. En wat je al zegt, stiekem dingen doen. Was je ook een beetje een rebelse puber? Ja, veel kattenkwaad. Ja. Ja. Het begon eigenlijk met van die PVC-buizen. Dan ga je dan zo'n pijltje in rollen en ga je zo schieten. Ik zat ook al helemaal van stralen. Ja, maar dat vond ik mooi. Ja. Dat vond ik echt fantastisch. Ik heb het ook gedaan in de klas. Met z'n allen, weet je wel. Ja. Dus dat is echt superleuk. Maar dat is nog onschuldig, maar het kattenkwaad varieerde natuurlijk een beetje, toch? Ja, dan ga je misschien een klein stapje verder. Dan pak je zeg maar de papiercontainer. Die zet je dan schuin tegen de deur aan. En dan ga je aanbellen. En dan ga je verderop in een bosje ga je kijken. Ja. Dan doen ze open en dan valt die container naar binnen. Maar ja, dan beginnen ze papier. En dan pak je eens een keer die strontcontainer. En dan valt allemaal shit naar binnen. Ja. Ah, dat is wel niet leuk eigenlijk, maar toen dacht je gewoon van, dat is geniaal. En ja, ik weet niet, ik denk sowieso dat de kattenkwaad in Den Haag een stukje erger was dan waar ik zelf vandaan kwam in het noorden, dat idee had ik. En dat zijn allemaal onschuldige dingen, maar op een gegeven moment wordt het steeds erger en erger en dan kom je wel eens in aanraking met politie. Je was echt steeds bezig met gewoon een beetje... Ja, de grens opzoeken. Ja. Ja, het is niet dat ik uiteindelijk heftige inbraak heb gedaan of dat soort dingen of zo. Maar zat het er dicht tegenaan, denk je? Nou, ik heb wel eens een keer... Ja, maar gewoon wat ik al zeg, domme dingen waar ik niet bij nadacht. Wanneer ben je in aanraking gekomen met politie? Met een paar dingetjes heb ik wel pech gehad, denk ik. Dat zeggen ze allemaal, hè? We hadden echt zeg maar een grote vriendengroep waar we mee gingen chillen. Ja, en daar werden wel eens domme dingen gedaan. Of ik werd wel eens achterna gezeten door de politie op een scooter. Ja. Dan was ik met de scooter op de vlucht. En toen wist ik niet waar ik heen moest. Dus toen dacht ik van, ik ga naar de plek waar ik altijd hang. Dus toen reed ik langs die groep. Toen zei ze, oh, dat is Enzo. Toen kwam die politie achter me aan. Toen reed ik naar huis, zette ik de scooter snel in de schuur. Toen liep ik naar boven naar mijn broer en toen zei ik, Milan, als de politie aan de deur komt, ik ben er niet. Ting dong. Ik dacht, oh nee, shit, wat gaat mijn broer zeggen, weet je wel. Dus ik hang op de trap, kijkend zo. En mijn broer die deed de deur open en die probeerde het nog weg te houden. En die zei, ja, Enzo, kom maar, ze hebben je kenteken. Dus ik zo, kut. Kom maar. Dus ik naar beneden en ik zeg, ja, ik was net op de vlucht. En met scooter naar het politiebureau. En dan allemaal gezeik en dat liep te hard. En vond ik veel te mooi. En... Ja, spreken die jongens nog uit die tijd? Ja, superveel. Ja? Ja. Dus die vriendengroep is er nog wel? Ja, niet helemaal meer die groep, zeg maar. Sommigen spreken dan eens een keer individueel. En, en we hebben ook nog wel eens dat we met z'n allen gaan bowlen of zo. Dus echt, zeg maar... Een dat is wat braver van... dan... Ja, maar ook wintersport. Ik doe wintersport met echt een paar van die gasten van vroeger. Dat hebben we nu al 3 jaar, 4 jaar achter elkaar gedaan. Dus dan neem ik ze allemaal mee, gaan we naar het buitenland. En dan... maak ik reclame, dan kunnen we z'n allen gratis op wintersport. Ja, maar goed, het is toch super mooi om dat terug te doen, weet voor je wel. Voor hun ook, toch? Ja, dat vind ik echt fantastisch. Dus dat, ja, daar hecht ik wel heel veel waarde aan. Mooi. Over vrienden gesproken, ik heb een leuke videoboodschap voor je. Poeh, of ik een videoboodschap wil maken van onze vriendschap. Ik vind dat best lastig. Maar goed, jij bent ook een lastige jongen. Een moeilijke jongen, emotionele jongen. Je doet alles op gevoel. Voor mij duurde het ook echt 10 keer dat ik met jou ging chillen, hoe ik met je om moest gaan. Je bent echt een jongen met gebruiksaanwijzing, maar dat waardeer ik ook. Als je allemaal maar meeloopt met dingen, dan ga ik niet zo heel goed op. Maar goed, ik denk dat de vriendschap tussen ons wel echt chill is. Afgelopen 2,5, 3 jaar hebben we veel met elkaar gechillt. Maar afspreken we een maand niet, of dat jij 3 maanden vakantie bent en je komt terug. Is wat je doet, kom bij ons thuis aan, heb een cadeautje uit het buitenland meegenomen voor de kinderen. Dikke shout-out hoe jullie met de kinderen omgaan, jij en Miron. Onze vriendschap is gewoon lekker laagdrempelig, langetermijn, leuk, niks moeten. Ja, ik moet zeggen, ik vind het superleuk met je. En ik heb veel mensen zien komen, veel mensen zien gaan ook in jouw vriendschappen. En ik weet dat jij bent een moeilijke jongen en ik ben ook geen makkelijke. Ik weet dat het moeilijk is dat iedereen wat van je wil. Maat, oprecht, de vriendschap tussen mij en jou is hard. Ja, het zijn mooie dingen die hij zegt. Dit is ook wel een hele lieve Shahid die we hier zien. Ja, zeker weten. Ik verbaas me ook hoe goed hij uit zijn woorden komt. Ja. Hoe hij dat allemaal zo opzomt. Jij kent hem natuurlijk van de reis die je hebt gemaakt in Amerika. Nou, hij is niet altijd zo helemaal mooi netjes op een rijtje. Nee, lekker druk, gaat alle kanten op. Maar dit komt echt volgens mij recht uit zijn hart. Ja, eigenlijk wat hij zegt, dat vind ik echt super mooi. Dat omschrijft gewoon hoe ik ben inderdaad. Ik heb zelf nooit echt nagedacht dat ik een gebruiksaanwijzing heb, maar blijkbaar heb ik dat. maar je staat ook niet altijd bij je eigen stil. Maar daarom heb ik ook wel tegen mijn familie of vrienden gezegd van joh, als ik een keer raar gedrag heb of je denkt van jeetje gast, wat loop je naast je schoenen?
bel me op, zeg het, app me. Want ik wil echt geen rare guy worden of wat dan ook. Ik wil gewoon mezelf zijn, nee. Gewoon de Enzo Knol. En tuurlijk, er veranderen dingen aan of dat nou materialen zijn of andere mensen om me heen. Maar ik wil nog wel gewoon de Enzo Knol zijn. Al is het niet gewoon Enzo. Ben je zelf ooit in verloren? Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee. Maar ik ben, wat dat betreft ben ik ook gewoon echt... Ik had gewoon een missie en dat was gewoon de positiviteit. Ja. Dat was gewoon, dat ga ik verspreiden. En werk, YouTube is gewoon nummer 1. En iedereen die in mijn weg staat of als je inderdaad wat bij me flikt, dan is gewoon klaar. Dan vergeten en door. Dan kan je dat ook makkelijk gewoon... Nou, makkelijk. Ik bedoel, ja, met vloggen is het eigenlijk wel een soort van kunst om zoveel mogelijk te laten zien. Maar je hebt altijd dingen alsnog achter de schermen. Ja. En ja, daar gebeuren natuurlijk ook wel eens dingen dat je gewoon echt verdriet hebt. Of dat je denkt van, hoe heeft iemand dat kunnen doen? Of ja, en je raakt mensen kwijt. Ik bedoel, ik maak 9,5 jaar lang al vlogs. Ja, er zitten mensen nu niet meer in die er op het begin wel in zaten. Tuurlijk, ja. En dat heeft zo zijn redenen van beide kanten. Laten we doorgaan met het volgende onderwerp. Top. Kijk eens. Fans. Waar is dit? Oh, waar is dit ook weer? Knolpower zie ik staan. Ja. Oranje. Misschien een meetingdag of zo. Ja, dat denk ik. Van lang geleden in ieder geval. Laten we even luisteren naar het nummer wat hier een beetje bij hoort. Ja. Justin Bieber, welke herinnering heb je bij dit nummer? Ja, dit was echt gewoon een hype nummer en een hype moment. En miljoenen abonnees behaalde ik toen ongeveer rond die tijd. En ja, dat was gewoon een nummer, hoe het geremixed was gemaakt. Diplo, Skrillex, was gewoon super dik. Echt hoogtepuntnummer gewoon. Ja, zeker weten. Ja. En aan de ene kant klinkt dat heel verschrikkelijk. Aan de andere kant, met alles samen, was dat nummer. En dat gaf voor mij echt een hype moment. Vond ik echt fantastisch. Mooi foto. En hier zie je de playbutton met mijn open oma. Ja. Ja, die heb ik aan hun gegeven. Die staat vanaf het moment dat ik die heb gegeven tot op de dag van vandaag, staat hij nog steeds op het toilet. Oh. Dus ze heeft een mooie plek gekregen. Ja. Er zitten allemaal stukjes poep op van alle familieleden ondertussen. En vrienden die over de vloer zijn gekomen. Dat is heel hoog zitten, zo te zien. Maar nee, supermooi. Mijn opa en oma hebben echt een hele grote rol gespeeld in mijn leven. En dit was echt een hoogtepunt. Ook omdat ik aan hun kon laten zien waarvan ik eerder dacht van... Shit, kan ik ze ooit trots maken? Ja. Was dit een moment dat... Nou, je ziet het, mijn oma die... Dit was het moment dat mijn oma nog niet durfde te lachen. Ja. Omdat ze zich schaamde voor haar gebit. Dat heb ik gelukkig toen later ook door mijn succes makkelijk kunnen rechtzetten. Ja. Door haar daaraan te kunnen helpen. Ja. Dus nu lag mijn oma wel op foto's met haar smel, omdat ze nu blij is. Ja. Maar je ziet dus wat eigenlijk dus mijn oma ook heeft. Maar mijn opa heeft meer de gezichtsuitdrukking daarvan. Ja, ja die lacht van oor tot oor. Zijn ze die trots? Die is zo blij, die is zo trots. En daar hebben we ook wel met z'n allen om gehuild. Ja. Ja, zeker weten. Emotioneel ook. Ja, 100%. Ja, super emotioneel. Ik heb ook een tijdje bij hun gewoond. Dus dat maakte de band tussen ons gewoon goed. Ik heb eigenlijk 3 ouders wat dat betreft. Ja. Mijn moeder, mijn opa en oma. Ja. Mooi. Dus dat is echt fantastisch. Kijk, hoe zijn ze? Ze sturen ook wel zelf foto's, als ze op de camping zijn of wat dan ook. Sturen ze een foto met knolpauwenkleding, zo'n piece. Of, toch zo aandoenlijk en lief. Ja, dat is echt super schattig. Waarom zijn zij zo belangrijk voor je? Ja, omdat ze er altijd voor me klaar stonden. Maar niet alleen voor mij, ook wel voor mijn moeder. Van wat ik heb meegekregen dan. Ja. En dat vind ik gewoon ontzettend waardevol. En dat is belangrijk. Ja. En we hebben een kleine familie wat dat betreft. Maar mijn opa en oma spelen een hele grote rol in de familie. Laten we weer naar het scherm gaan. Ja, misschien. Gaan we naar het volgende onderwerp. Dieptepunt. Dieptepunt. Laten we gelijk even luisteren naar het nummer wat bij dit onderwerp hoort. Goed plan. Ja, lekker nummertje weer Justin Bieber. Ja, ik zie een soort van patroon. Ja, dat is gewoon een topper. Waar doet dit nummer je aan denken?
Ja, ik vond toen dat album uitkwam en dat nummer in specifiek vind ik zo mooi, omdat ik wil mezelf absoluut niet vergelijken met Justin Bieber, maar zeg maar het bekend zijn en zo, daar krijg je nooit instructies voor of wat dan ook. En dat was best wel een moment, zeg maar, toen dat uitkwam in mijn leven, dat alles zoveel was eigenlijk. Van iedereen wilde wat van je. En ik weet ook nog wel dat ik mijn eigen boek uitbracht, mijn knolpowerboek. En dat was allemaal zo'n succes. En ik nam 2 video's op per dag, een vlog en een Minecraft video. En ik edit ook nog allebei. En ik had ook nog een relatie en familie en vrienden. Er gebeurde zoveel eigenlijk dat ik eigenlijk gewoon geen idee heb wat ik allemaal in die tijd deed eigenlijk. Nee, maar het ging allemaal in 1 keer volgens mij de 10e versnelling. Ja, klopt. Dus en ik had eigenlijk ook niet echt een soort van coaching of iets of wat dan ook. Dus, maar ook niet omdat dat er was, denk ik. Nee. Omdat, ja, YouTube is eigenlijk best wel hard gegaan voor iedereen. Ook misschien een beetje onverwachts, weet je wel, dat het opeens zo hard ging. Ja, ik had het zeker niet verwacht. Nee, kijk, mijn broer die deed YouTube en daardoor kreeg ik al een podium en ging het sowieso al iets sneller. Maar ik had nooit verwacht dat het zo'n succes zou zijn. En wat ik al zei, ik ben echt eigenlijk altijd, vaak als mensen vragen wat is het beste advies, dan zeg ik wel eens van ja, gewoon niet nadenken en doen. Ja. Dus niet in alle situaties even handig, maar dat is wel eigenlijk wat mijn motor was. Dus gewoon aanslingeren en niet nadenken, maar gewoon doen. Ja, maar wat je toen dus ook een beetje opbrak. Omdat het zeker een beetje te veel werd eigenlijk, ja, toch? Want ik weet nog, toen dit nummer voor de eerste keer uitkwam, toen heb ik echt wel moeten huilen. Toen dacht ik echt van, ja, fuck, hey. En ook omdat ik toen dacht van, jeetje, ook wel een beetje van realisatie van, misschien heb ik het nog niet zo slecht. In de zin van het bekend zijn en alles. Want ik bedoel, ik heb het zeg maar in Nederland en een gedeelte België. Ja. Die guy, die heeft het over de hele wereld. Like, holy shit, weet je wel. Zo heftig. Dus ik kan me echt niet voorstellen hoe dat is. Maar er zaten toch wel een paar gelijkenissen in dat ik dacht van, ja, damn, er zijn wel een paar van die uitspraken, zeg maar, die komen in het Engels, vind ik ze dan weer mooier dan in het Nederlands. Ja, Nederlands klinkt het dan toch weer een beetje. Als je dit nummer letterlijk gaat vertalen, is het misschien waarschijnlijk wel cringe. Ja. Maar dat ging allemaal zo snel. Ja, want hoe voel je je dan in die periode? Want je hebt dan wel, denk ik, door het moment van dat het misschien benauwd kan voelen of dat het als een dieptepunt voelt. Terwijl ondertussen is het een hoogtepunt qua carrière, weet je wel? Ja, misschien wel. Misschien een beetje het begin van dat het naar mijn hoogtepunt toe ging, zeg maar. Ja. Maar het was gewoon heel bewogen. Ik bedoel, als ik nu aan terugdenk van zal ik dat nu nog een keertje doen, dan ga ik helemaal kapot. Dat weet ik zeker. Waarom? Nou, toen sliep ik 3 uur, 4 uur en gewoon gaan, knallen. En het was gewoon altijd op de grind. Het was gewoon go, 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 go. Ja. Gewoon altijd. Ik stond altijd aan. En altijd lachen. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment ook momenten had dat ik in de auto zat en dat ik door Zeist reed of ergens heen ging. En dat ik gewoon zo aan het rijden was. Omdat ik dacht van ja, als iemand mij ziet en ik lach niet, dan denken ze meteen van zo, die guy is arrogant. Ja. Ja, omdat ik... Maar dat is toch wel een bepaalde druk die je dan eens voelt van leuk gevonden. Maar dat was ook gewoon gaan met die handen, gaan met die handen. Ik had gewoon het gevoel, ik moet alles goed doen, weet je wel. Ja. Maar ik denk juist door dat ik gewoon een supergoeie basis heb opgebouwd. En gewoon een prachtig groot aantal fans die van toen nu nog steeds kijken. Dat lijkt me ook best wel moeilijk dat mensen wat verwachten dat het altijd de blije en zo is. Heb je dat nu nog wel eens? Nee, ik kan het nu al beter parkeren. Ja, zeker weten. Ja, ja, kijk, ik praat nu ook gewoon wat rustiger en meer. Jij zit dan niet zo? Nee, ik ben nu gewoon sowieso chill. En kijk, ik kan mezelf heel erg ophypen en super enthousiast worden. En gewoon, ik hou heel erg van schreeuwen. Ja. Maar ja, ik weet niet. Mensen vinden het misschien ook raar om dit interview te zien. Sowieso doe ik eigenlijk nooit interviews zoals dit. Ja. Dus ik denk dat mensen sowieso al denken van, oh, die had ik daar niet verwacht. Maar ook van, oh, hij praat wel rustig of hij is sowieso wel relaxed. Of, ja. En dan hoop ik dan dat het positieve zin is. Nee, ja, 100%. Maar mensen maken me niet vaak zo mee op deze manier, zeg maar. Nee, maar ik denk dat het juist wel weer heel mooi is dat mensen ook die kant van je zien. Toch? Ja, nou ja, kijk, mensen achter de schermen die zien dat natuurlijk, andere collega's, YouTubers of andere mensen. Je kan niet continu die 100% aanstaan, toch? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar dat vind ik wel het leukste. En hoe lukt het jou om een beetje uit dat dieptepunt te komen van, oké, de druk en de pressure, en hoe heb je dat uiteindelijk een beetje kunnen omzetten dat je in je hoofd misschien meer rust kreeg? Ja, weet ik niet eigenlijk. Ik ben gewoon altijd mijn ding blijven doen. Ik ben gewoon altijd blijven lachen. Ik ging altijd eigenlijk overal lachend doorheen, denk ik. Ja. Ik denk dat was sowieso een dingetje, daar hou ik me nog steeds aan vast. Toen ik begon met YouTube, toen heb ik 1 afspraak met mezelf gemaakt van, je hebt zoveel negativiteit meegemaakt in je verleden, zoveel shit gehad. Als je iets gaat doen, publiekelijk YouTube, dan 1 afspraak met jezelf, alles wat je doet is gewoon positief. Is gewoon met iets leuks. Het is niet bedoeld dat je
niet meer bewust ben van wat er gebeurt in de realiteit. Maar het is wel bedoeld dat je even kan ontsnappen uit de realiteit. Ja. En dat als ze naar mijn YouTube-kanaal gaan of als ze naar mij kijken, dat ze echt een geluksmomentje, hè, dat ze, hoe zeg je dat, die hormonen, even, de endorfines, ja, die worden aangemaakt, een soort van sportsessie. Dat ze denken, hey, superleuk, lachen, heb je het gezien, weet je wel. En dat stofje wil ik vrijmaken, dat wil ik creëren. En of dat dan is dat ze mij kijken omdat ze me grappig vinden of omdat ze, wat voor rare gas is dat. Maar als ze maar even niet denken aan eventueel de realiteit of andere negatieve dingen. Want daar houden we al, daar worden we al genoeg mee geconfronteerd. Is het ook een stukje urgentie van jezelf dat je denkt, omdat je zelf misschien soms wat verdrietiger hebt gevoeld, hoe fijn dat je mensen even dat kan geven of zo, ja, dat je iets kan terugdoen? Ja, 100%. Ja, een van de meest emotionele dingen denk ik wel is dat, dat weet ik nog heel goed, in Zeist. Toen ging ik naar de McDonald's en toen kwam er een jongen naar me toe en die kwam eigenlijk al genezen uit zijn woorden en die wilde wat tegen me zeggen en die omhelste me en begon helemaal te huilen. En ik dacht echt, wat gebeurt hier? Ja. En die zei van, ik heb net als jou heb ik geen vader. Jij bent echt mijn vader voor me, weet je wel. En dan denk ik echt van, shit, weet je wel. En dan probeer ik me sterk te houden, weet je wel, nu ook een beetje. En dan denk ik van, niet huilen, weet je wel, hij is erbij. Je bent zijn voorbeeld. En dan rij ik onderweg naar huis, dan ben ik echt aan het huilen. En denk ik echt van, shit, weet je wel. Ja. Heb ik zo'n impact op mensen, weet je wel. Gaat dat zo ver? Ja, dat vind ik wel echt ziek, hoor, soms. Dat ik denk van, jeetje, dat is wel echt... Ja, ik zie ook dat het je nu ook een beetje raakt, toch? Ja, ik probeer het dan een beetje tegen te houden. Dat ik denk van... Vechten tegen dat raam. Ja, maar het is wel ik mooi, toch? Ik heb al vaak genoeg gehad. Maar ja, dat is, ik bedoel, ik ben ook gewoon echt heel erg wat dat betreft een gevoelsmens. En ik had nooit verwacht dat in de donkere tijd waar ik me in begaf, dat ik later een voorbeeld zou zijn voor mensen die ook in die negatieve bubbel zouden zitten. En dat ik die dan ook nog eens eruit kan halen, nou, dat is wel een soort van onverwacht succes wat ik heb, waar ik gewoon echt super goed op ga. Ja. En ja, dat vind ik gewoon heel fijn. Ja, mooi. Ja, en daar ben ik echt blij mee. Ja, dan mag ik ook echt vet trots op zijn. Laten we doorgaan naar het laatste onderwerp alweer. Beam. Kijk. Love is in the air. Yeah. Love is in the water. Ja, wat een lieve foto. Ja, die is schattig, hè. Waar was dit? Dit was toen we met camper in het buitenland waren, in zo koud water. Ja. Dat was ook echt gewoon een duik erin, foto en eruit. Ja, is dit in Noorwegen? Ja, dat was maar in Noorwegen. Daar hadden we het net over. Ja, super mooie camperreis die we daar hebben gemaakt. En dit was echt een mooi moment met echt super helder water. Maar toch had ik elk moment het idee dat ik werd opgegeten door het monster van Loch Ness. Maar ja, dit is echt super mooi. Alles voor de foto. Ja, alles voor mijn vriendin. Dus zij wilde misschien wel liever in het water dan ik. En dan ga ik mee en dan maken we een fotootje en achteraf denk ik van, super mooi. We hebben ook een nummer wat er een beetje bij die liefde staat. Zeker. En dan gaan we naar luisteren. Het is mooi, hè? Billie Eilish. Ja, Ocean Eyes. Ja. Ja, waarom dit nummer? Ja, dat vindt mijn vriendin mooi. Gewoon even puntje scoren. Ja, nou, dat is nou, geen puntje scoren, maar het is wel gewoon een nummer wat mijn vriendin heel mooi vindt. Die is helemaal gek van Billie Eilish. Ja. En die gaat daar gewoon heel erg goed op. En dus ik hoor haar dat nummer wel eens luisteren. Het is sowieso een nummer die je nooit moet proberen mee te zingen. Nee, dat lukt helemaal niet. Dat is echt verschrikkelijk. Nee, dat ga ook niet proberen. Val je echt door de mand. Ja. Maar het is gewoon een supermooi nummer. En zij brengt het natuurlijk gewoon op de Billie Eilish manier. Gewoon alles wat ze aanraakt is gewoon fantastisch. Ja. En ze kan zo mooi zingen en zo getalenteerd. Hoe hebben jullie elkaar ooit ontmoet eigenlijk? Via een kartbaan. Kartbaan? Maar dan een dirt kartbaan. Met zand, modder. Vet. Ja, echt heel stoer eigenlijk. En daar werkte ze. Oh, wat leuk. Maar zij is ook wel sportief en avontuurlijk, dus volgens mij is dat helemaal gewoon... Precies in het straatje thuis. Ja. Ja, dus en zo zijn we allebei. Wat leuk. Stoer en sexy en enthousiast en humoristisch. Getalenteerd. Nee, maar we zijn allebei gewoon zo gek als een deur. Ja. En, is dat ook wat je het leukste vindt aan haar? Ja, 100%. Want als zij kan zeg maar ook iets doen dat je denkt van, dat doe je toch niet zomaar of zo. Ja. Of dat is toch ongemakkelijk of zo. En
Ja, dan doet ze dat gewoon. En dat vind ik gewoon goud. En zo heeft zij allemaal van dat soort dingen dat ik echt denk van, dit is zo, zo grandioos. En ja, het is geen meisje. Nee, ze is echt stoer ook wel, hè? Ja, en ze kan ook gewoon heel veel sporten, supergoed. Ja. En, want zitten... zij is ooit ook topsporter geweest, toch? Ja, ze heeft heel veel behaald in de schaatswereld met medailles en alles. En daar is ze ook echt supergoed in. Maar toen op een gegeven moment kwam ze op een punt dat ze zoiets had van, ja, ga ik dit echt blijven doen? Het topsport schaatsen? En ga ik echt proberen echt aan de top, zeg maar, te komen? En toen ging ze steeds vaker met mij om. En ik zei tegen haar eigenlijk van, ja, dat kan wel heel direct en lullig klinken, eigenlijk misschien ook voor anderen. Maar ik zei van, schat, als ik zie hoe jij je leven leidt en waar jij mee bezig bent, hoeveel tijd jij stopt in topsport. En ook nog eens een topsport waarvan ik zeg van, ja, dat is toch gewoon zwaar onderbetaald. En degene die het hebben gemaakt in die wereld, dat zijn er echt maar een paar. En dan moet je echt heel goed zijn. Ja. En je hele leven wijd je daaraan. Ik zeg van, alsjeblieft, kom onder mijn dak. En doe gewoon mee met alles wat ik doe. Want ik zie dat jij daar zo goed op gaat. Je haalt zoveel geluk uit wat ik ook doe. Laten we alles gewoon delen en daarvoor gaan. En toen ging ze ooit mee naar een trampolinepark. Mm-hmm. En toen deed ze iets van een spidersalto. En toen, toen ging alles kapot aan de enkel en zo. Oh, nee. Ja, en toen was de stap zeg maar makkelijker gemaakt. Ja. En toen had ze zoiets van, ja, als ik hiervan moet revalideren, dan ben ik echt lang bezig. Ja. En dat wordt heel moeilijk. En toen was het eigenlijk zoiets van, ja, dan laat ik dat meer gaan. En dan laten we gewoon samen en dit. En nu werken jullie toch ook samen? Ja, ze is zeker betrokken bij wat ik doe. En Knolpower en het vloggen. En ja, ik bedoel, ze hoort in mijn leven. Ja. Dus het is eigenlijk, als je mij uitnodigt, dan nodig je haar ook uit. Package deal. Ja, dan krijgen ze allebei. 2 voor 1. Ja. Het is gewoon iemand waarvan ik gewoon nooit had gedacht eigenlijk dat ik zoveel bij iemand zou zijn. Zo fijn zo vinden eigenlijk. Ja, dat wordt je dan opgelegd wel door meerdere mensen hier en daar. Die vraag wordt waarschijnlijk heel vaak gesteld. Ja, nou, vooral kinderen. Dat is, ja, go with the flow. Ja, maar jullie zien er wel heel gelukkig uit. Dus ja, volgens mij, zeker. Volgens mij hebben jullie een hele mooie relatie. Dat is een belangrijke basis. Ja. Dankjewel dat je met mij een beetje door je leven wilde lopen aan de hand van muziek. Tuurlijk. Ik vond het heel leuk om met je te kletsen. Ik hoorde dat jij de presentatrice was. Ik dacht, nou, vooruit. Dankjewel. Nou, ik voel me vereerd in ieder geval. We kennen elkaar nog niet, hè? Nee, maar geen ik heb het idee dat ik nu wel een beetje jouw hele leven ken. Andersom is het wel gek nu. Ja, jij weet veel van mij, ik niet van jou. Ja, maar kom een keertje in mijn vlog en dan gaan we leuk leer ik jou een beetje kennen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat ik even weten als jij misschien ook bij een bepaald nummer een bepaalde herinnering hebt. En volgende week is er weer een nieuwe gast. Dus blijf kijken. Doei. We zweten allemaal. Boodschap van de dag.